Het zal je maar gebeuren. Je ligt in het ziekenhuis en je krijgt de verkeerde medicatie toegediend. Dat is iets wat je nooit verwacht en ook eigenlijk nooit mag gebeuren. Maar ja, verpleegkundigen en doktoren zijn tenslotte ook maar mensen. En je ziet het. Een ongeluk kan nou eenmaal in een klein hoekje zitten. Je moet er toch niet aan denken dat je een vaccinmiddel krijgt toegediend in plaats van een slaappil. En dat jij de zetpil voor je buurman krijgt, terwijl je zelf alleen maar oogdruppels nodig hebt. Of dat je een infuus met antibioticum krijgt in plaats van een infuus met pijnstilling. Om dat te voorkomen gebruikt het Haga ziekenhuis MedEye. Een innovatief systeem dat helpt om het juiste medicijn in de voorgeschreven dosis op het juiste moment op de juiste manier toe te dienen bij de juiste patiënt. Maar ja, hoe werkt zoiets nou eigenlijk? Door het scannen van de polsband komen we gelijk in het goede dossier. Door de tablet in de MedEye-lader te leggen, checkt MedEye door middel van fotoherkenning of dit de voorgeschreven tabletten zijn in de voorgeschreven hoeveelheid. De juiste medicatie via een spuitje of infuus, checkt MedEye door de barcode op de spuit of het etiket van het infuus te vergelijken met het recept. Als alles goed is, kan ik met één klik de registratie voltooien. Klopt er iets niet, geeft MedEye dit aan en kan ik dit oplossen. Meneer, hier is uw bloedverdunner en uw medicijnen. Ja, dank u wel. Alsjeblieft. Doe je daar een glaasje water bij? Alsjeblieft. Nou, dat werk in het ziekenhuis, dat gaat je nou niet echt in de kabelkleren zitten, zeg. Oh, gaat het een beetje, Fred?